Bro, er zijn heel veel boys geweest die echt konden balie. Ja, maar... Vooral uit Keel, jouw buurt, hè, Rotterdam-West. Weet je, ik hoef geen namen te noemen, maar... Wij weten allemaal gewoon... Ja, van... man, als je nu naar Mullepier gaat, je gaat jongens daar zien waarvan je denkt van... Hé, die kunnen zo in de eredivisie spelen. Maar dat is wat we doen, hoor. Je pleit ergens gewoon en dan heb je zoiets van... Hey, deze boy heet met dat. Deze boy is kakka, man. Ja. Boys van de straat kunnen hier gewoon serieus, ja. Maar... Het is ook gewoon die mentaliteit. Jij weet ook gewoon, mm-hmm, hoe verder je komt, is... Bali gaat niet meer, zeg maar, alleen op Bali. Als het daarop ging, zouden die boys Barça, Real spelen. Kijk. Maar daarom ben ik wel blij dat Gary het dus wel zo ver heeft geschopt. En daarom ben ik ook zo blij dat Jamiro zo ver heeft geschopt. Nee, maar kijk, dat zijn allemaal boys weten. Blijven hasselen. Ja, dat blijven is wel hasselen. Blijven andere kleiden, level. Blijven. Ja. Kijk, veel boys kozen gewoon, je straat in Libië. Ja. Gewoon snel, weet je, van hé, straat is hier. Ja. Straat is hier. Mm-hmm. Ik ken hier gewoon. En dat is wel van jullie wijk, hè, Delfshaven. Nee, snap je, is makkelijk. Was een makkelijke keuze voor ons allemaal. Ja. Maar ja, het is ook weer van, weet je, wat wil je? Je kijkt toch naar je ma, je pa, je brada, wat er ook van. Ja. Hey, wil ik dit of... Die kan ze een beter leven met Bali geven ook, hè. Ja. Je weet ook gewoon, als je... En vooral vroeger was echt die denkwijze van, op het moment dat ik prof word, ik ga mijn ma goed zetten. Vriend, is je toch? Het Jamiro zei dat ook altijd. Maar mijn eerste salaris die is voor mijn moeder. Hey, ik hoop dat hij het heeft gedaan, want ik heb hem lang niet gesproken. Je weet toch? Me. Ja. Het is gewoon van, wanneer je begint en wanneer die kans er bijna aankomt, wanneer je daar bent van, ik train mee met eerste of ik zit bij een BVO, is gewoon die, man, mijn ma gaat zo'n Libië hebben. Ja, man. Hé, toch, Cabo zijn zo die van, ze blijven werken. Ja. Maakt niet uit wat er gebeurt. Je wordt miljonair nu. Ja. Ze blijven werken. Ja, klopt. Maar dit gaat om daarna. Ja. Voor mij gaat het om je toch daarna. Klopt. Maar, ben je klaar die dat? Oh, wil je zo lang naar Cabo? Ga maar. Ja, ga maar. Ik heb je. Ja, zeker. Ga, blijf daar 3 maanden. Ja. Kom even terug hier, toch, wanneer het begint te sneeuwen. Ga weer. Op een gegeven moment is alles, je toch, voor je ma vanaf met. Want je gaat die strijdsmentaliteit die zij heeft gehad voor jou van vroeger. Vriendje, balipata gekocht, dit. En je weet, je was moeilijk. Ja. En je weet, die scheenbescherming, die stinken. Ja. Hey. Wat het wassen voor je. Is toch, nu ga je denken van, nu je pakt je scheenbescherming. Je denkt van, zo, hoe heeft mama dit gedaan, man? Ja, editorisch zijn broer, man. Maar ze hebben dat gewoon die van, je moet nooit opgeven. En tuurlijk, die boys hadden dat vast ook wel gewoon van. Maar voor hun was het ook weer makkelijker van, man, ik ga straat in die man. Ik ga gewoon die straat in die man. Ja. Boys zouden heel ver komen, man. Heel ver. Ja, en ook boys die bijvoorbeeld dan niet per se voor die straat in Libië hebben gekozen, maar gewoon dan daarna niks hebben gedaan. Of ze zijn wat anders gaan doen, wat misschien ook succesvol is, maar wat ik dan denk van, met Bali kon je nog verder komen. Met bijvoorbeeld Romario, snap je? Dan heb ik ook weer zo... Die man in de jeugd, bro, dat was niet normaal. Ik was fan van die man. Ja, maar niet alleen jij. Ik zei hem gewoon van, bro, ik ben fan van jou. Is één buurt. Iedereen was gewoon van, Romario is... Maar jullie buurt heeft wel veel boys, mensen, hè? Maar... Wie had je allemaal? Wijnaldum. Noem maar Giuliano, die broertje. Pelassani. Ja. Wie heb je... Is Janga ook van jullie buurt? Ook, hij is ook van Schiemond. Dus jij... Miro is allemaal West. Is allemaal iedereen West, man. Is Gary, Kuda. Ja, man. Allemaal, weet je maar. Wat doet Gerson nu eigenlijk? Hij is in Cyprus, man. Cyprus, oké. Maar kijk, snap je, dat is ook weer gewoon van... Tuurlijk, hij had ergens vast wel ook gedacht van zijn carrière zou anders gaan. Iedereen. Het loopt hoe het moet maar lopen. Maar luister dan, hij heeft Feyenoord ingespeeld. Wie gaat het van je afnemen? Ja, hij heeft Twente in een gruwelijke tijd gespeeld. Met Ziyech, hè? Wie gaat het van je afnemen? Ja, snap je? Ja, aan het eind van de dag is het allemaal, zeg maar, die waardering van... Hé, luister dan. Iedereen kent dit zeggen, dat zeggen. Ik heb daar gespeeld. Dat is waar ik van kleins af aan... je droomde, naam op je rug. Hij heeft het, man. En daar moet ik pleien en... Vooral boys van Feyenoord, komen uit jeugdopleiding, was gewoon van, ik wil daar staan in de Kuip. Die man is een strijder. Die drijf. En hij kan ook echt voetballen. Weet je? Hij kan ook echt voetballen. Gerson Cabral kan voetballen. Ik heb beelden, vooral je hebt veel beelden gezien. Zelf heb ik ook gewoon echt meegemaakt. Tuurlijk. Maar 1-1. Zijn mensen laten zitten. Ik zou hem moeten blesseren als hij op mij stond. Maar Izo, ik kan niet anders. Izo, eerste beste. Ik ga hem ook eerlijk zeggen van, ga beter op de bank zitten nu, want je gaat echt met de ambulance mee, man. Hij gaat je laten vallen, of wat? Hij gaat je raar laten draaien en zo, maar van dat soort spelers geniet je toch echt gewoon. Ja. En dan zie je toch dat
Ja, je kan niet zeggen zijn carrière is fok opgegaan. Nee. Hij je moet ook niet, ja, je moet ook niet kijken naar van... Stap hij is niet naar Barca gegaan of wat dan ook. Wat uiteindelijk... Ik hoop wel dat Gini naar Barca gaat, dat wel, man. Ja. Gewoon voor Rotterdam, je weet toch. Sowieso. Ja, snap je? Die boy is gewoon... Maar kijk, ik vind bijvoorbeeld Gini... Mm-hmm. Als je hem als voorbeeld neemt, hè. Bro, kijk hoe zijn carrière is gelopen. Stap voor stap.